Goedemorgen en leuk dat je kijkt deze nieuwe video. Mijn naam is Leroy. Mijn naam is Dylan en vandaag gaan we op zoek naar de leukste en uniekste cashshow van Nederland. Ja, en niet alleen de leukste en uniekste, maar ook gewoon gaan we ze eigenlijk beoordelen op 5 punten. En dat is de sfeer, dat is de prijs-kwaliteitsverhouding, dat is eten en drinken, dat is de originaliteit en natuurlijk het Disney-gehalte, want dat is super belangrijk. Ja, vandaag zijn we hier bij Intratuin Duiven. De eerste 3 heb je de afgelopen dagen gezien. Vandaag zijn we bij Intratuin Duiven. Het is weer prachtig weer. Ik ben heel benieuwd. Duik met ons mee in de magie van kerst. En uiteraard zijn we niet alleen hier in Duiven. Ik heb hier ook nog bij me Marije en Nienke. Terwijl wij hier... Ja, jou hadden we al gezien. Oh, ja, ja, ja. Terwijl we hier in Duiven lopen, hebben we nu eigenlijk het eerste gebied waar we gelijk ingaan. En dat is eigenlijk de kunstbomen. En ook dit is hier echt super leuk aangekleed met al die leuke lampjes erin. Ik krijg echt wel weer dat kerstgevoel. Ga je dit jaar een kunstboom nemen? Nee, nooit. Nee? Nee. Altijd een echte boom. Altijd een echte boom. Ja, wij twijfelen het jaar. We hebben boven nog een, op zolder nog een mooie kunstboom liggen. Kan je hem wel eerder opzetten? Ja, dat is waar. Maar ik vind toch altijd, als ik thuis kom uit mijn werk vandaan, dan vind ik het lekkerder om de geur te ruiken van een echte boom. Snap ik ook wel. Maar goed, het ziet er wel gewoon top uit. Ja, zeker. Een van de onderdelen waarop we ook zeg maar sfeer en originaliteit beoordelen is het kerstdorp. Nou, we zijn hier in het kerstdorp van Intratuin Duiven en we komen gelijk binnen bij het Leemax gedeelte. En wat mij ook opvalt is dat ze hier bij Intratuin Duiven best wel veel aanbiedingen hebben van Leemax. Veel keuze. Veel keuze, ja, want kijk eventjes achter ons. Die hele wal die staat vol met Leemax huisjes. Maar hier in dat middengebied waar we nu staan, daar heb je zeg maar allemaal speciale aanbiedingen. En dat is ook echt wel goede aanbiedingen. Bijvoorbeeld huizen die normaal €50 zijn nu €27,50. Dus echt de moeite waard. Ook een mooie brug waar je dus over dat hele dorp heen kan lopen. Achter me zie je hoe verder dat doorloopt. Ik ga nu weer naar beneden toe, want ik mis anders echt te veel van de details van zo'n kerstdorp. Dat is echt super tof.
hebben nu het eerste gedeelte gezien van de kersttorpen. En het grootste gedeelte hier is denk ik wel echt de Leemax-huisjes. Het hele gedeelte om de brug heen is allemaal van Leemax. En ik denk dat ze hier ook echt wel alles van Leemax verkopen. Het is hier echt heel groot. En ze hebben ook hele goede aanbiedingen. Ja, zeker. Na het Leemax gedeelte is er een klein stukje van Dickensville. Dat is echt een soort Nederlands gedeelte. Allemaal Nederlandse huisjes en grachten. En daarna kom je bij het gedeelte van de Efteling. En dat is van Luneville. En wat leuk is, is dat er hier ook aanbiedingen zijn met de Efteling dingen. En dat ze ook hele leuke potten hebben gemaakt. Waardoor je eigenlijk een heel klein huisje in een ja, soort van dorpje in een pot krijgt. Dat is ook wel heel leuk om te zien. Terwijl we door de huisjes heen lopen, door het kerstdorp heen lopen, is er eigenlijk het decor eromheen een groot station. Spoor 1, spoor 2 hebben we gezien. Mensen die staan te wachten op hun trein. Ja, je wordt eigenlijk meegenomen in de hele beleving hier. En als je het spoor volgt, ja, dan kom je alles tegen wat ze hebben. We gaan nu even, ja, ontbijt is het eigenlijk een beetje brunch. Maar we gaan waarschijnlijk ook nog wel lunchen. Ja, en avondeten. Misschien hebben we al vroeg dineren. Het ziet er weer goed uit hier. Het ziet er wel lekker uit. De proeftuin is echt wel goed geslaagd. Broodjes carpaccio zie ik. De prijs vond ik op zich ook nog wel. Ja, want wij waren voor 2 drinken en 2 broodjes 22 euro kwijt. Ja, wijn en watertje en 2 broodjes 20 euro. Ja. Nou, dat is gewoon een redelijke prijs, ja. Zeker. Eet smakelijk, alle. En vanaf volgende week begint de high tea. Ja, dat met eten en drinken in kerstsfeer. Nou, dat is wel superleuk. We waren afgelopen maandag waren we natuurlijk in Halsteren. En toen hadden we ook die high tea daar. Daar was het echt in de spiegelzaal. Ja. Heb je, die kon je daar doen en hier hebben ze dus ook wel iets standen voor ingeregeld hebben. Dus super tof. Moet je hier ook zeker... reserveren dan? Ik denk het wel. Dus denk het reserveer wel, hier nu met hij. Ja, reserveer ons nu. Ik denk het wel, daarom is die QR er ook. Oh, ja. Dus wees er snel bij als je een lekkere high tea wil. Jammer dat het er nog niet is. Ja, maar volgens mij gaat het ook wel goed komen. Eet smakelijk. Eet En na de lunch zijn we naar het volgende gedeelte. En dat vind ik wel een beetje het nadeel hier in Duiven. Maar ja, het is ook wel logisch, want het is toch wel best wel groot. Dat je even uit die kerstsfeer komt, dat je ja, door de rest van het tuincentrum ermee moet. Maar we zijn in ieder geval bij het volgende gedeelte van de kerstshow aangekomen. En we komen steeds dichterbij die grote roltrap. En dat is elk jaar wel een hele belevenis. Dus je kan het zien als een soort attractie.
zo. En we zijn nu net boven en achter ons zie je ook, we zitten hier weer bij bijzondere kerstballen. Maar die entree, dat is echt wel fantastisch hier, hoor. Ja, ik zou nog wel een keertje naar boven naar beneden willen. Ja, echt wel. Misschien gaan we dat wel gewoon doen. Ja, het is gewoon echt een soort van attractie. Het ziet er super tof uit. Twee jaar geleden waren we hier voor het laatst. Toen was het een beetje een soort sprookjesachtig thema. En dit is een beetje, ja... beetje Lord of the Rings. Lord of the Rings-achtig, Harry Potter-achtig. Het ziet er goed uit. We gaan gauw kijken wat hier nog meer te vinden is. Frikandelletje speciaal, denk ik. Ja, lekker man, neem er eentje. Proost. Ik smaak dit, jongen. Heel leuk gemaakt. Wordt dit ook weer bijgevuld? Oké. Via de andere kant. Ja, ik hoef hem nog niet, meneer. Ik heb het net gegeten. Top. Ja, echt leuk bedacht. Wat Sier en Duiven wel echt goed hebben gedaan, is zeg maar dat je boven komt en dat het één thema is waar je doorheen loopt. En natuurlijk loop je wel van kleurthema naar kleurthema. Maar de kleuren lopen wel goed in elkaar over, dus is wel over nagedacht. En ook gewoon de aankleding, hè, de manier waarop je loopt, van die kassen waar we voorbij lopen. Dat is wel allemaal gewoon echt in dezelfde sfeer. En die zwevende eilanden daarboven, dat lijkt een beetje op World van Avatar. Als je dat zo ziet. Super tof gedaan. Echt heel tof gedaan. Je kan dus hier je kerstmuts pakken, je kan met de kerstman op de foto. En leuk voor op Instagram, leuk voor je kerstkaart zelf te maken. En nou goed, zoals je hebt kunnen zien, hebben wij ook weer wat foto's daar kunnen schieten. En gaan we verder met de volgende. Dat is bijna even groot dat jij bent.
een van de onderdelen is natuurlijk het Disney gehalte. We zijn hier eigenlijk in een klein voorproefje van Disney gehalte al, want hier heb je de Disney Plus. En zometeen kom je ook in het gedeelte waar alle Disney hangers zijn. Maar ze hebben hier dus ook gewoon weer hele leuke Disney knuffeltjes. We hebben hier Mickey en Minnie verkleed als kerst. Ook Super Mario, dus Universal was ook zeker vertegenwoordigd. Oh ja, dit heb ik wel mee in mijn hand gestaan. Met die heb je in hand gestaan. Ja. I'm Groot. Zo, en we zijn aan het schuilen voor de regen. We zijn net op tijd weer binnen. We wouden hem voor de ingang wouden we de video gaan afsluiten. Want we moeten nu de cijfers gaan geven. We hebben heel Intratuin Duiven nu gezien. De hele kerstafdeling. Beneden begonnen we bij de huisjes. En uiteindelijk naar boven met die roltrap. Fenomenaal. Maar we gaan eventjes de categorie af. De eerste categorie is de... Sfeer. Sfeer inderdaad. Wat vinden we daar? Wat vonden we van de sfeer algeheel? Ja, leuk. In het begin met die kersthuisjes waar je zo overal doorheen loopt. Die bruggetjes eroverheen en alles, daar hebben ze echt wel hun best op gedaan. Ja, dat is echt. Maar ik vind beneden valt wel heel erg tegen vergeleken met boven. Pas vanaf die roltrap krijg je echt. Het wow effect. En ik vind ook dat de afstand inderdaad tussen het gebied van de kerstdorpjes en uiteindelijk naar het tweede kerstgedeelte, dat vind ik net te groot. Je gaat er net even te veel uit, denk ik. Maar ja, boven maakte wel veel goed. Ik wou een 9 zeggen. Ja, ik ga voor een 8,5. 8,5 wel? Ja, de meeste stemmen gelden, laten we 8,5 doen. Oké. Volgende categorie, dat is de prijs-kwaliteit verhouding. En dan met name ook welke bijzondere aanbiedingen zijn. Omdat het natuurlijk bij veel dezelfde tuincentra komen waar de prijs hetzelfde is. Maar ik moet zeggen dat ik hier wel echt heel veel aanbiedingen heb gezien. Aanbiedingen heb gezien. Zeker ook bij het gedeelte met al die huisjes. Dus ik wil dit wel een hoog cijfer geven. Ik zou hier wel... het was niet altijd het goedkoopste, dus geen 10, maar een 9 zou ik geven, denk ik. Ja, mee eens. Ja, goed. Wat voor cijfer geven jullie voor eten en drinken? Ik vond het eten erg lekker. Ja, echt een leuk restaurant ook. Ook als je kinderen mee hebt, heb je een grote speeltuin binnen, buiten. Binnen, dus, buiten, klimtuin inderdaad.
in de proeverij volgens mij heet het, of de proeftuin. De proeftuin. Proeftuin, ja. Hoop keus, hoop plaats ook. Ja. Mocht het echt druk zijn, heb je... Maar ze hadden niks bijzonders voor kerst of winter. Nou, je hebt dan wel die high tea waar we het net even over hadden. Die komt eraan, die je dan kan reserveren. Maar het is niet dat je een kraampje hebt. Bijvoorbeeld, we zijn afgelopen maandag natuurlijk in Halsteren. En daar had je echt zo'n kraampje in dat Wonderland gedeelte. Er is een Wonderland gedeelte waar je echt van die kerstdingetjes ook kon halen. Bij de Avri had je een gebied waar je kerstdingetjes kon halen. Dat hadden ze hier niet. Maar overal, zeg maar, warm eten, koud eten. Je kon hier gewoon volledig goed eten, denk ik. Dus ja, geef maar een cijfer, jongens. Nou, 8,5. Ja? 7,5, ergens. Nou, ik denk door het assortiment dat het 8,5 kan ik maar gewoon vinden. Nog keuze, ja. Het enige wat ik ook eigenlijk wel mis is een oliebollenkramer. Ja, dat misschien, heb je normaal gezegd. Misschien komt dat nog. Wij zijn nog wel redelijk vroeg in het zien. Ja, dat is ook zo. Dus wellicht dat nog komt. Ja. Maar daar kan de internettuin zelf waarschijnlijk niks aan doen. Nee, klopt. Laten we 8,5 gewoon aanhouden. Originaliteit. Ja, die roltrap maakt wel wat hoog wordt natuurlijk. Ja. En ik vond boven is het een beetje een soort van Parijs of Frans-achtig. Ja, met die boutiquejes waar je langs liep. Ja. Dus dat is ook wel origineel. Ja, en dat inderdaad, nu je dat zegt, je bleef boven helemaal in datzelfde thema. Dat Fransige, ondanks dat de kleuren wel mee veranderden tijdens de route. Dat was super tof. Dat zie je bij veel andere tuincentra niet op die manier. Nee. Dus ik wil zeker wel een hoog cijfer geven, maar het heeft me niet zo betoverd als, nou ja, dan kom ik toch weer terug bij Halsteren. Dus ik denk dat het hier gewoon goed is om hier, 9,5 of een 9 of zo. Ja, 9. Ja. Gaan we voor 9. Ja. Het laatste, het misschien wel belangrijkste altijd, het Disney-gehalte. Wat was het Disney-gehalte hier? We hadden een leuke afdeling met gezien. Dat kasteel met die verschillende scènes erin, dat was echt tof. Maar ik vond het wel wat klein. Ja, een beetje weggepropt of iets. In een hoekje gedouwd. Ik kan me ook herinneren van 2 jaar terug dat het veel groter was. Ja, toen hadden ze echt, zeg maar, dat kasteel waar je nu naar keek, dat was het kasteel waar je toen waren in liep. Waren de palen waar je doorheen liep. Ja. Dus het zag veel groter uit. En tot het tussen die pluche Disney dieren en tussen de ballen en alles, daar zit ook nog een hele kraam tussen. Ja, dus zat niet bij elkaar. Nee. Ik, voor het assortiment, want ze hadden redelijk veel voor Disney, hè. Je kon vooral zo wat kiezen, dus ik zou daar wel gewoon een 7,5 of een 8 of zo voor geven. Ja, want ze hadden wel aardig wat dingen. Ze hadden het gewoon weer bij elkaar moeten zetten. Ja. Dan gaan we voor een 8. Nou, dan gaan we even snel hoofdrekenen. 8,5. We hadden een 8 voor de... Even denken hoor. We hadden 8,5 voor sfeer. We hadden een 9 voor prijs. Een 8,5 voor eten en drinken. 8 voor originaliteit en een 8 voor Disney. Nou, als ik bakker optel, een deel door 5. Ja, dan kom ik. Ik heb hier een 8,6. Een 8,6, oké. Okay. Ja. En met een 8,6 komt Intratuin Duif op een mooie tweede plek tot nu toe. En ik ben benieuwd waar we morgen weer heen gaan. Welk tuincentrum dan? Mocht je dit een toffe video vinden, laat het dan weten beneden in de reacties. Doe een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren als je al die andere kerstshows nog wil zien. Of een van al onze andere video's. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Ciao, ciao. Doei.